Goedendag, beste kijkers. Ik heb op bezoek in mijn bibliotheek iemand die u waarschijnlijk al wel kent. Het is Matthias de Smet. Hij is vanuit België hier naartoe gekomen om samen met mij dingen te bespreken die in onze beider belangstelling staan. Want we zijn eigenlijk beide geïnteresseerd in eenzelfde onderwerp. Maar ik wil ook nog iets anders met hem doen of proberen te doen. U zal dat wel merken. Matthias, welkom. Dank u wel, Karel. Dank u wel voor de uitnodiging. En ik moet zeggen, ik ben heel benieuwd wat u met mij wil doen. Ik wil je in mijn kamp zien te krijgen. Oh. En dat is een kamp wat helemaal klaar staat om meer over onze vijand te weten te komen. En om te zien of het mogelijk is om een betere strategie te ontwikkelen om ons te verzetten tegen wat die vijand met ons wil doen. Goed. En dat begrijp je wel. Ik ben benieuwd. Ja. Dat is het hoofddoel. Ja. Ik heb je dus hierheen gelokt om daarover te gaan praten. Oké. En ik ben in de val getrapt. Maar verder, wij zijn geïnteresseerd in hetzelfde soort dingen. In de manier waarop grote hoeveelheden mensen zich op een bepaalde manier gedragen. En jij doet dat vanuit een psychologisch perspectief. Waar ik natuurlijk ook een beetje mee heb geworsteld. Maar ik doe het vanuit het perspectief van macht. Heel erg sterk een politiek perspectief. En dan zien we wel dingen die overeenkomen met elkaar, maar ook dingen die nogal verschillend zijn. Nou. Wat denk jij dat het grootste verschil is? Dat is een goede vraag. Je zegt, benadruk het vooral vanuit een psychologisch perspectief, dus vooral vanuit het beschrijven van hoe psychologische groepsprocessen tot stand komen. Vooral bijvoorbeeld vanuit het gegeven dat onder bepaalde omstandigheden alle affecten en alle negatieve energie die in een bevolking aanwezig zijn, zich eensklaps kunnen koppelen aan een heel beperkt verhaal, aan een heel beperkt aantal voorstellingen, en waarbij er een verbluffende, merkwaardige blindheid ontstaat voor al de rest. Dat is het grootste kenmerk van, voor mij is dat altijd het meest verwonderingwekkende en het meest verbluffende fenomeen geweest, eigen aan groepsprocessen, dat het tot zo'n merkwaardige blindheid kan leiden. Ja. Dat mensen onder bepaalde groepsdynamieken in staat zijn om mee te gaan in verhalen die in dergelijke mate absurd en zelfdestructief zijn, dat de persoon die niet in die groepsdynamieken meegaat en vanaf de zijlijn toekijkt, werkelijk totaal niet meer in staat is om te begrijpen wat er gebeurt. Wat er aan de hand is. Inderdaad. Dat is voor mij altijd iets geweest dat ik vooral wilde verklaren. Ja. Ik heb dit eigenlijk vaak, vele malen, nou niet heel vaak misschien, maar wel vele malen meegemaakt in Oost-Azië, waar ik meer dan de helft van mijn leven heb gewoond en gewerkt, hè, als correspondent voor de NRC, maar ook als schrijver van heel veel boeken. Bijvoorbeeld de culturele revolutie in China, hier, Mao's Last Revolution. Ik heb daar nog het staartje van gezien. Toen was het al bijna afgelopen en Deng Xiaoping was al bezig terug te komen. Maar dat is één voorbeeld. Misschien heb je wel eens gehoord over de Aum Shinrikyo in Tokio. Nee. Die saringas in de metro van Tokio, waardoor heel veel slachtoffers zijn gevallen. De Moonies, de volgelingen van Reverend Moon, die Koreaanse dominee. Die massahuwelijken van duizenden leden tegelijkertijd plaatsvonden. En nog een aantal, ook een secte zoals de Children of God, die vooral bezig was met seksuele uitspattingen. Dus ik heb het op verschillende manieren gezien, die massapsychose. En in al die gevallen, behalve één, begon het niet met het volk, maar begon het met mensen die het volk iets oplegden. En zo zie ik ook het gebeuren van de afgelopen 2 jaar. En dat is niet begonnen vanuit het volk. Zoals
Hannah Arendt, die jij goed hebt bestudeerd en ook vaak over hebt gepraat, in haar boek beschrijft, in het begin van het boek, gaat het over hoe de bevolking van Europa als het ware werd klaargemaakt, al rijp gemaakt voor de totalitaire aanpak die zou volgen. De titel van het boek kwam pas nadat ze al zover was en toen ze de laatste derde van het boek nog moest schrijven. En dat was dus dat de nazi's en de communisten hun totalitarisme konden botvieren op het volk omdat het al klaargestoomd was. Zo zie ik niet wat er gebeurd is met ons de afgelopen 2 jaar. Het is wel zo dat als je eenmaal een volk zover hebt gekregen dat ze zich overgeven aan wat ik een psyop zou noemen, een psychologische operatie, waar natuurlijk de CIA meesters in zijn geworden, dan krijg je zowel een hersengespoeld grote menigte en een volk wat meegaat. En als dat lang genoeg duurt, dan krijg je het soort van fenomeen waar jij het liefst over schrijft. Maar ik wil vooral kijken naar hoe begint zoiets. Ja. En in de voorbeelden die ik noemde is het heel duidelijk hoe die dingen begonnen. En zo zie ik ook hoe begonnen is wat wij meemaken. En daarom wil ik ook heel graag met jou samen kijken naar die mensen die ermee begonnen zijn en wat zij hopen te bereiken. En of wij effectief verzet daartegen kunnen inzetten. Ja, ja, inderdaad. Ik denk dat het succes van het verzet volledig staat en valt met de correctheid van de analyse die eraan vooraf gaat. Ik denk dat echt. Ik denk dat de correctheid van de analyse van cruciaal belang is. En natuurlijk, zoals altijd, als we redeneren en nadenken over oorzaken, worden we geconfronteerd met het feit dat de oorzaak van een bepaald fenomeen, pakweg de vorming van een massa, dat we die tot op bepaalde hoogte willekeurig op een aantal niveaus kunnen situeren. Ik heb zelf denk ik dat het klopt. Er rijzen 2 zaken, denk ik, min of meer parallel op. De massa zelf en de menners van de massa. Het ene kan soms voorafgaan aan het andere, of omgekeerd. Maar ik denk dat zonder uitzondering geldt dat het vormen van een massa slechts gebeurt, en indien ze intentioneel wordt uitgelokt, slechts kan uitgelokt worden als de bevolking in een zeer specifieke toestand was. Dat lijkt mij een zeer belangrijk iets. En die specifieke toestand, daarvan zien we dat de voorwaarden die massavorming bespoedigen eigenlijk gedurende de laatste paar honderd jaar steeds meer vervuld raakten. En vandaar dat iemand als Gustave Le Bon in de 19e eeuw al zei, de massa's, zei hij, worden steeds groter en ze worden steeds duurzamer. In de middeleeuwen waren er ook massa's. Er zijn altijd massa's geweest. Maar vanaf de 19e eeuw werden ze steeds groter en steeds duurzamer. Ja. En dat fenomeen op zich verklaart Le Bon niet. Hannah Arendt raakt het even aan. Ja, maar het is natuurlijk, het gaat terug tot, en ook die kenmerken daarvan die jij noemt, gaan terug tot wat Emil Durkheim, een van de grondleggers van de sociologie, mee aankwam zetten. Heel interessant is te zien dat die Groningse jurist, en hij is nog wat anders, die een boek geschreven heeft over complotdenkers, zoals wij, dat ontstaat, hij heet zijn Steestra of zoiets, ik ben zijn voornaam vergeten, dat ontstaat door datzelfde rijtje als wat jij ook noemt, en wat afkomstig is van het idee van anomie, van het wegvallen van zekerheden, van religieuze zekerheden, die natuurlijk Durkheim beschreef. En hij heeft dat grote boek over suïcide, zelfmoord. Hij was een van de belangrijkste sociologen, theoretici. En je ziet dat voorbij komen, dat rijtje, in heel erg veel psychologische en sociologische analyses. Want het is makkelijk. Het is voor de hand liggend. Onze maatschappij is in vele opzichten losgeslagen van een centrale autoriteit die er vroeger was in de kerken en in andere gebedshuizen.
Het is bijna verdwenen. Op kleine uitzonderingen na. En er is soms, in sommige delen zie je het duidelijk, een vervreemding van elkaar in stedelijke omgevingen. Maar als je gaat kijken naar hier de polder, naar onze landelijke omgeving, zie je juist het omgekeerde. He, toen een boer hier tegenover ons, tegenover dat riviertje, door een koe, door een stier werd gedood, gingen hier in dit gehucht waar ik woon, de vlag halfstok. We hebben dan een speciale vlag van het gehucht en dat ging op halfstok. Er is een veel sterkere eensgezindheid dan je zou denken, dus het werkt beide kanten op. Maar ik denk dat we ook vooral moeten gaan denken aan wat er in de hersens gebeurt, aan het uitleg geven aan iets. En wat jij beschrijft, die volgzaamheid en die zonder kritische vragen te stellen, dat je dat vooral aantreft, merk ik steeds, onder de hoger opgeleiden. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, he, dus mijn omgeving bestaat uit mensen die hier zijn komen wonen, maar voornamelijk toch nog altijd mensen uit met een agrarisch verleden. Die hebben dat probleem helemaal niet. Die kunnen ook heel makkelijk kan je met ze praten over wat er aan de hand is. En die hoef je niet urenlang te gaan overtuigen. Dat weten ze wel. Ze weten wel dat de overheid in heel veel opzichten niet is te vertrouwen. Dat weten ze allemaal al. En zo is het met heel erg veel mensen die wij als hoogopgeleide. Ja, wij, ik ben niet zo verschrikkelijk hoogopgeleid. De opleiding heb ik mezelf gegeven. Maar nogal neerbuigend kijken naar het klootjesvolk, naar de gewone mensen enzovoort. En die gewone mensen, die hebben daar veel minder last van. Dat zie je, dat heb je gezien in de afgelopen 2 jaar. Hoe leg jij dat uit? Als jij kijkt naar je collega's in België. Ja, ja, het fenomeen op zich werd alleszins zeer vroeg al opgemerkt. Van de eerste wetenschappelijke studies omtrent de massa werd er genoteerd dat hoe hoger de opleiding, hoe gevoeliger men wordt voor massavorming. Dat werd van in het begin genoteerd. Het is op zich, er werd nooit een afdoende verklaring voor gegeven, denk ik. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal kandidaatverklaringen. Hè. Zoals ons onderwijs leert ons dat nu eigenlijk zelf denken, in de zin dat, in de invulling die Kant daaraan gaf, of leert ons onderwijs ons allemaal op dezelfde manier denken. Dat is een verschil. Ja, ja. Het lijkt er in veel opzichten sterk op dat het tweede correcter is dan het eerste. Ja. Er is nog een factor, denk ik. Ik denk ook wel, hoe meer moeite mensen doen om een diploma te halen, hoe meer ze getuigen van een bepaalde drang naar sociaal aanzien en ook naar sociale conformering. Dus dat kan ook een rol spelen. Dat zou mijn uitleg zijn. Naast nog andere factoren wellicht. Ja. Dat klopt zeker. Het is dat is een merkwaardig gegeven. Ik merk het ook op. Dat er aan de universiteiten uiteindelijk zeer weinig stemmen zijn die ook maar enige moeite hebben gedaan om de absurditeit, die volgens mij onmiskenbaar was, van veel aspecten van het coronaverhaal, op zijn minst in vraag te stellen. Ja. Dat is maar zeer zelden gebeurd. Ja. En het toont inderdaad dat onze universiteit de functie niet vervult die ze zou moeten vervullen. Absoluut. En onze pers ook niet. Maar die pers is, daar moeten we eigenlijk op terugkomen, want die is een hoofdelement in dit geheel. Maar ik zou nog even, ik ben het met dat laatste met jou vooral eens, en ik zal er nog iets bij zeggen. Ik heb gemerkt ook in hoe mate die hoger opgeleide verwikkeld zijn geraakt in netwerken die ze zouden verliezen als ze zich zouden gaan gedragen dan andere mensen die in die netwerken zitten. En dat heeft te maken met inkomen. Natuurlijk. Het heeft te maken met prestige, heeft te maken met benoemingen. Er is geen schijn van kans dat als jij op een universiteit zit nu en je zit nog op een lager niveau en je wil hogerop, dat als jij het oneens bent met de coronamaatregelen van de laatste 2 jaar, dat je dan een kans maakt om hogerop te komen. Dat kan gewoon niet. Ik ben niet zeker, maar goed. Maar ook is het zo dat wat ik noem een voorgeschreven werkelijkheid, is iets anders dan het officiële verhaal, hè, wat vaak tegenwoordig narratief wordt genoemd. Kijk, die waren narratieven, officiële verhalen waren er altijd, hè, door de geschiedenis heen, vanaf de Babyloniërs of denk ik, wanneer dan ook, zijn er manieren geweest waarop overheden een volk
iets wilde laten doen of geld wilde laten geven of zich inspannen in oorlog of wat dan ook, met een officieel verhaal wat niet klopt, wat niet overeenkwam met de werkelijkheid. Mm. Dat is nog iets anders dan het voorgeschreven verhaal. Mm. En dat ben ik pas gaan zien na, niet met één na, maar een aantal jaren na de 11e september. Mm. Want wat er toen gebeurde, was iets heel anders dan wat we daarvoor hadden meegemaakt. Hier gebeurde, het was sprake van een van de ernstigste misdaden in de Amerikaanse geschiedenis. Dat werd door iedereen beaamd. Mm. En toen mochten een hele generatie, en nu inmiddels al anderhalve generatie, van mensen die geschiedenis bestuderen, die politieke commentaren schrijven, die op welke manier dan ook proberen een sens te maken van wat er in de wereld omgaat, die mochten dat onderwerp niet aanraken. Mm. Te gevaarlijk. Mm. Als ze dat wel deden, dan was het afgelopen met ze, met hun carrière. Mm. Een journalist die dat deed, die kon erop rekenen dat hij zijn inkomsten kwijt zou zijn. Oh. Die kan niet langer journalist blijven. Mm. En dat is tegenwoordig, dat duurde wat langer, maar dat is daar later ook voor hoogleraren zo geworden. Ik weet dat ook van heel directe ervaring. Mm. Dat was iets anders. Mm. En dus hier hadden we een voorgeschreven werkelijkheid gekregen. Mm. En die voorgeschreven werkelijkheid betekende dat als je je daar niet aan hield, dan was het niet alleen zo dat je last kreeg met een overheid misschien. Mm. Nee, maar een deel van je kennissenkring viel gewoon weg. Mm. Misschien de meerderheid van je kennissen vielen weg. Mm. Het kon een enorm probleem worden voor je huwelijk. Mm. Ik ken gevallen van huwelijken die er op springen staan daardoor. Dat is iets anders. En nou is het ook interessant om te zien dat dat komt overeen met het soort van werkelijkheid waarmee totalitaire regimes, zoals de Bolsjewieken in de Sovjet-Unie, begonnen. Na verloop van tijd geloofde men niet meer in de voorgeschreven werkelijkheid. Maar dat was niet zo erg. Dat merkte je ook. Men kon grappen maken erover. Oh, ja. Men kon op allerlei manieren laten blijken. Ik geloof het niet meer. Hmm. Maar je moest er nog wel naar gedragen. Je moest er naar gedragen, inderdaad. Dus dat gaat om gehoorzaamheid. Ja. Dit is een totalitarisme is een oefening in gehoorzaamheid. En die maskers bijvoorbeeld. Het gaat alleen maar om gehoorzaamheid. Ze zijn schadelijk voor je gezondheid. Dus je kan onmogelijk zeggen, je moet het doen vanwege gezondheidsoverwegingen. Ze zijn schadelijk, maar het gaat om gehoorzaamheid. Ze vervullen volgens mij psychisch voor de meeste mensen de functie van een ritueel. Zeker. Een ritueel gedrag is typisch een gedrag dat in pragmatisch opzicht zinloos en absurd is. Ja. En dat een groot offer vraagt van het individu. Ja. Een offer waarmee het individu toont dat zijn individuele belang ondergeschikt is aan het collectieve belang. Ja. En dat fanatieke collectivisme is wat de kern van totalitarisme is. Misschien vind je het interessant. Ik zal je straks een kopie geven van een boek wat ik over Japan heb geschreven. The Enigma of Japanese Power. Hmm. En een van de hoofdstukken heet Of Ritual and Intimidation. Hmm. Want de twee gaan samen. Hmm. En dus andere woorden, het is de intimidatie die een toestand in het leven roept die kan blijven bestaan via rituelen. Dus precies wat jij zegt. Hmm. En ik denk dat we hier langer over kunnen praten. Maar nogmaals, ik wil vooral zien hoe we dat kunnen doorbreken. Want het is niet nodig dat 100% van de bevolking dat doorbreekt. Dat gebeurt sowieso niet. Mm, dat is ook zeker niet nodig, nee. Maar verzet van bijvoorbeeld tegen wat er nu op ons afkomt. Onmiddellijk op ons af komt dat plan van die Europese digitale identiteit. Ja, op 1 juli worden er handtekeningen gezet. En in ongeveer september wordt verwacht dat het over ons wordt uitgerold. Ja. En nou is het zo dat als 20%, misschien maar 15% van onze landgenoten en ook jouw landgenoten in België daar niet aan meedoen, dat gaat niet door. Inderdaad, en bij het verzet
tegen dergelijke maatregelen die inderdaad volgens mij het einde van de vrijheid inluiden en het begin van een effectief velvet glove technocratisch totalitarisme. In het begin velvet glove, daarna slavenmaatschappij. Ja, klopt. Dus daar gaat inderdaad, daar moeten de juiste principes gevolgd worden. Ik denk, verzet van binnenuit een totalitair systeem moet specifieke principes volgen. Een externe vijand van een totalitair systeem kan gerust met bruut geweld optreden. Ja. Dat is werkzaam, ja. Dat kan werkzaam zijn. Ja. Maar verzet van binnenuit een totalitair systeem moet de principes in grote lijnen van geweldloos verzet volgen. En moet als hoofdprincipe het blijven spreken in de publieke ruimte hebben. Dat is cruciaal, denk ik. Ja. Het blijven spreken in de publieke ruimte. Bij een dictatuur is het op een bepaald moment vruchtbaar om ondergronds te gaan, volledig. Ja. Omdat de psychologische processen in een dictatuur van een totaal andere aard zijn, niet gebaseerd zijn op massahypnose of massavorming, zoals bij een totalitair systeem. Maar bij een totalitair systeem betekent zwijgen in de publieke ruimte het begin van de absurde destructiviteit. Ja. Dus dat is het eerste. En natuurlijk, er moeten parallele structuren gecreëerd worden. Ja. Maar die parallele structuren hebben maar één bescherming. En dat is hun stem die blijft klinken in de publieke ruimte. Dat is, en de publieke ruimte voor het merendeel van onze landgenoten is afgeschaft. Want dat bestond natuurlijk vroeger uit de media. Ja. Voornamelijk. Ja. De media en het gesprek in het café en, enzovoort. En met bij genootschappen voor de bevordering van alles en nog wat. Ja. Maar die publieke ruimte is weg. Omdat, en dat wordt onvoldoende beseft, denk ik nog altijd. Want men gaat er nog altijd van uit dat de media toch nog wel, zoals ze vroeger deden, ons voorzien van informatie. Maar dat doen ze niet. Ze voorzien ons van propaganda. Dat zie je steeds opnieuw weer. De enige rubrieken die daaraan ontkomen is misschien de kookrubriek. Hè? En dan heb je het ook wel gehad. Want zelfs bij bijvoorbeeld filmreviews of boekreviews kruipt die voorgeschreven werkelijkheid erin. En dat komt, dat heeft een heel duidelijk traceerbare oorzaak. Waar vroeger, toen ik er nog in bezig was, toen had ik met mijn Amerikaanse collega's in Tokio en waar ik dan ook was in Azië, in Bangkok of in Hongkong of in Delhi, kon ik discussies hebben met mijn Amerikaanse collega's die over dingen anders dachten. Ze werkten voor publicaties die ook andere eigenaars hadden, maar het was een veelheid. En je kon je ei kwijt. Je kon praten. En je kon doorpraten over dingen. En je kon mensen soms overtuigen. En soms zeiden mensen, ik wil overtuigd worden. En er was dus een heel actief iets. Dat heb ik nog goed meegemaakt. Het was niet zo, zoals vaak gezegd wordt, het was altijd al zo geweest. Nee, dat is niet waar. En die hoeveelheid uitgevers die er toen waren van de media, die zijn gekrompen van ettelijke honderden tot 6 en nu 5. In de Verenigde Staten zijn er nog maar 5 eigenaren van de media. Nou, je weet dat alle Nederlandse dagbladen op misschien 1 of 2 na een hele, dat zijn dan heel gespecialiseerde dagbladen, die zijn in handen van 2 Belgische families, een oligarchie. En die oligarchen zijn met elkaar verbonden. En dat allemaal is op zijn beurt weer verbonden met Schwab en het World Economic Forum en de grote herstart en de farma-industrie. De farma-industrie is enorm verwikkeld met de media. Anders zouden ze niet, absoluut nooit hebben kunnen doen wat ze gedaan hebben. Dus dat is, de publieke ruimte is weg. Ja, ze bestaat nog gedeeltelijk via de sociale media, denk ik, die natuurlijk ook zeer sterk gecontroleerd worden. Maar mijn vermoeden is ook wel dat ook die sociale media meer en meer gaan gecensureerd en aan banden gelegd worden. Dat is sterk bezig. Ja. En dat uiteindelijk de toegang tot die sociale media ook zal afhangen van het al dan niet hebben van genoeg punten in een soort social credit systeem. Ja. Dat denk ik ook. Dus er zal een soort excommunicatie gebeuren van iedereen die niet meegaat in het verhaal en die de tekenen van de dominante ideologie niet wil dragen. Dat zal gebeuren, denk ik. Maar natuurlijk, net daardoor zal die groep misschien ook gedwongen worden om op andere
communicatievormen over te stappen, meer directe, in de reële wereld en de fysieke wereld. En dat zou misschien ook wel kunnen een sterkte worden van die groep, hè, omdat die reële communicatie op een bepaalde manier veel grotere effecten heeft ook. Ik ben in dat opzicht niet echt pessimistisch. Ik denk wel, er gaan enorme veranderingen gebeuren. Men gaat alles doen om elke alternatieve stem te smoren in wat men als de publieke ruimte beschouwt. Dat is trouwens iets zeer typisch voor massavorming. Heel interessant. Het kan intentioneel gecreëerd worden, zoals de meeste totalitaire leiders doen. Het uitschakelen van de dissidente stemmen, maar het reist ook altijd spontaan op in een massa. Dat is zeer interessant. Hè? Dus net zoals het sociale isolement door Stalin bijvoorbeeld heel intentioneel werd nagestreefd, maar het ook spontaan opreist in elke massavorming. Dat is een zeer merkwaardig iets. Ik gebruik het woordje massavorming liever niet. Ik weet dat voor jou is het belangrijk. Nee, maar ik wil heus een andere term gebruiken. Ja. Als je mij een goede term aan kan... Een psyop. Goh ja, maar het gebeurt ook spontaan. Een massa vormt zich soms spontaan zonder... Ja, een psyop doet dat ook. Kijk, als je nu kijkt naar... ik wil dus even terug, want je bent minder pessimistisch, zei je. Mm. Ik was behoorlijk pessimistisch en dat ben ik nog wel. Ik zag het lichtpuntje, om eventjes op een zijweggetje te komen. Ik zag het lichtpuntje vooral... in de Verenigde Staten. Want daar ziet het er naar uit. Mm. Ook vanwege de ongehoorzaamheid van deelstaten aan de federale centrale regering. En daar broeit een burgeroorlog. En dan ziet het er naar uit dat er heel veel niet gaat lukken. Mm. Ook al zijn sommige deelstaten ook heel ver gegaan in het inspuiten van mensen en in de gekste maatregelen. Toch zag ik daar een lichtpuntje. Nu zie ik een veel belangrijker lichtpuntje en dat is Poetin. Mm-hmm. Hij heeft openlijk oorlog verklaard aan de Great Reset. Mm. Aan Schwab. Speelde dat een rol voor hem? Dat weet ik niet. Ik denk dat hij heeft wel in de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat hij het heel erg oneens is met wat er in het Westen vooral door de NGO's enzovoort, is tot stand gekomen aan morele desintegratie. Mm. De vernietiging van de familie en ideeën, basisideeën van gezins en familiewaarden enzovoort. Mm. Daar is hij heel erg sterk tegen geweest. Hij heeft ook heel duidelijk gemaakt dat hij het niet eens kon zijn met belangrijke aspecten van het World Economic Forum. Hij heeft eventjes meegedraaid. Het is interessant om te weten, want sommige mensen zeggen hij was toch ook een van de young global leaders, die door Klaus Schwab zijn uitgekozen om geïndoctrineerd te worden en daarna als marionetten te worden gebruikt binnen regeringen van de overheden die meedoen. Mm. En hij heeft daar eventjes aan geroken, hij mocht ook meedoen, maar is in hele korte tijd is hij ermee uitgescheiden. Mm. Maar heeft wel heel veel geleerd van wat daar aan de hand was. En we hebben daar in Gezond Verstand een keer een artikel over gehad, hoe die twee soorten kandidaten van elkaar werden gescheiden in een vroeg stadium van de Young Global Leaders gebeuren. Hè, als ze niet zo duidelijk meegaand waren met al die krankzinnige ideeën die op hen waarmee ze werden gehersenspoeld. Als ze een eigen mening hadden over dingen, dan lagen ze eruit. En je ziet ook nu, dat het eigenlijk is het zo dat die Zelensky, de president van Oekraïne, die natuurlijk niet een eigen handelingen en een eigen aanpak gegund is. Het is allemaal gecontroleerd door Washington. Mm. Als hij zich daar niet aan zou houden, nou, dan zou hij dat hoogstwaarschijnlijk niet overleven. Mm. Maar die heeft juist heel duidelijk gezegd, mijn voorbeeld is Trudeau. En Trudeau is natuurlijk een van de belangrijkste voorbeelden van een succesvol product van het World Economic Forum. Trudeau is zowel als Freeland, die onder hem zit als minister van Financiën. En Canada is heel ver gegaan. Maar oké, ik denk dat eigenlijk is wat Poetin nu doet,
pas mogelijk geworden door die krankzinnige sancties. Mm-hmm. Want die sancties die hebben hem gedwongen om maatregelen te nemen voor de Russische economie. En vooral wat betreft het financiële gebeuren. Hè. Dus die financiën worden nu op andere schroeven gezet. De centrale bank krijgt een andere functie. Mm-hmm. En daar kan ik over doorgaan. Er staat een groot artikel in het laatste nummer over. Hoe zeg je, de centrale bank krijgt een andere functie? Ja. Door? Nou, de centrale bank stond onder leiding in Moskou, stond onder leiding voor een hele lange tijd, van naar het neoliberale gedachtegoed rekende mensen. Dat is nog een overblijfsel uit de Jeltsin-tijd. Hij was ook in handen van privépersonen voor een groot stuk. Ja, tuurlijk. Ja. En die hele rijke, die krankzinnig rijke oligarchen enzovoort, die hadden daar ook een kanaaltje door die centrale bank, die hen in staat stelde om waar ze ook woonden, en vooral natuurlijk Londen en in hun favoriete oorden in het Westen, waar ze hun voetbalclubs konden betalen en hun kunstverzamelingen en wat ze dan ook maar mee bezig zijn. Want ze waren natuurlijk ontzettend rijk geworden door die plundering van de Russische Federatie in de Jeltsin-tijd. En de centrale bank die stelde hen in staat om dat te blijven doen. En nu is dat kanaal gesloten. Of althans, nu staat het onder controle van een nieuwe commissie die dan die functie van de centrale bank overneemt. Tegelijkertijd gaat die centrale bank anders te werk. Er is een aspect wat ik nog niet goed begrijp. Dat gaat over de assets die ze aan het verliezen zijn of niet. Het is ook op dit moment is een heleboel onduidelijk nog. Maar het is zo dat ze gaan over zoveel mogelijk naar goud. Goud moet weer het fundament worden van het geldsysteem. En er zijn natuurlijk buitenlandse schuldeisers. En die mogen hun schulden innen, maar in roebels. Nou, dat is iets bijzonders. Met andere woorden, de roebel krijgt een andere functie in het geheel. De dollarreserves worden afgebouwd, zoals ook in China al het geval is. Er wordt meer samengewerkt met China, ook wat betreft de digitale munt die ze aan het ontwikkelen zijn. Maar ik zie in wat Poetin aan het doen is een regelrechte uitdaging aan Schwab en ik heb erover geschreven in het nummer wat morgen naar de drukker gaat. En er komt een prachtige cartoon bij, waar Poetin, die zoals je weet een judoka is, die neemt Schwab in een judogreep zoals je nog nooit eerder hebt gezien. En hij wint met Ippon. Ja, maar dat vind ik wel. Maar ik denk dat de tendens van centrale banken om goud in te kopen wereldwijd is. Hè? Is het niet waar? Het is niet alleen in Moskou, denk ik. Ja, mede door wat Poetin doet. Ja. Want straks, wat Poetin doet, maakt duidelijk wat die financiële opperheren in het Westen allemaal de hele tijd hebben gedaan. En dat is fictief geld uit de wolken toveren. En wat Poetin dus nu doet, dat maakt dit veel zichtbaarder dan het ooit was. En dat is een van de, kijk, wat die financiële figuren doen. En daaronder heb ik het dan over die centrale bankiers, hè, waaronder het in Basel, de BIS. En Mark Carney, voormalige Canadese centrale bank en daarna Bank of England. En een heel belangrijke figuur in die grote herstart nu. En dan de allergrote giganten vermogensbeheerder met Larry Fink enzovoort. Dat zijn allemaal lieden die daarin zitten. En wat Poetin dus nu doet, dat dwingt deze mensen om het helemaal opnieuw te gaan bekijken. Wat haalbaar is en wat niet. Ja. Ja. Dus in dat opzicht, dat is een nieuw lichtpuntje. En kijk, heel veel wordt heel veel nog niet gezien. Want je weet hoe het is met vooral economisch en financieel nieuws. Er is een Amerikaanse uitdrukking voor ego. Your eyes glaze over. Er komt een mist voor je ogen. En de meeste mensen om je heen, daar gebeurt dat, dat weet je. Die kunnen een politiek verhaal over wie wint en verliest enzovoort volgen. Maar een economisch verhaal met al die termen die erbij komen kijken, daar komen ze niet. Daar worden ze niet. Ik heb er ook moeite mee.
Ja, maar natuurlijk. Spelen ook verhalen op zeer veel niveaus die allemaal op elkaar inhaken. Hè. Ik denk wel, zoals je zegt, ik denk dat er altijd een lichtpunt verschijnt in een systeem. Dat is net het kenmerk van een complex en dynamisch fenomeen, zoals maatschappelijke dynamieken, dat ze nooit voorspelbaar zijn, dat er altijd een onvoorspelbare factor in zit en dat er altijd ergens een opening verschijnt. Onvermijdelijk. Een opening in het verhaal dat dominant is. Ik ben zeker geen expert in banksystemen en financiële systemen, maar ik ken de grondprincipes ervan wel en ik meen ook wel te voelen waar de grote problemen zitten met ons huidige banksysteem, namelijk het feit dat centrale banken die geautoriseerd zijn om geld bij te drukken ook in handen van privépersonen zijn. En je dus eigenlijk ziet dat de instanties en de privépersonen die de inflatie kunnen veroorzaken, er ook rechtstreeks de voordelen van opstrijken. Ja. Dat op zich is, is een systeem dat onbegrijpelijk is, dat het kan blijven bestaan. Ja. Maar in dat opzicht vraag ik me wel af van, zou het banksysteem van pakweg Rusland, zou dat min of meer autonoom kunnen functioneren ten aanzien van de rest van het mondiale bankensysteem? Of zou dat uiteindelijk ook in handen van dezelfde mensen en zijn en bestuurd worden volgens dezelfde principes? Wat Poetin heel duidelijk wil doen, is afrekenen met de overblijfselen vanuit de Yeltsin-periode. Hmm. Die werden ook veelal gezien als een vijfde kolonne. Die ondermijnde het belang van de Russische Federatie als staat. En dat waren zeg maar de neoliberale geluiden die nog doorklonken in bijvoorbeeld een heel beroemd radiostation, Moskou Echo. Dat is nu stilgezet. Dat was een van de allerbelangrijkste stemmen van het zeg maar de neoliberale overblijfselen uit de Yeltsin-tijd. En zo zijn er ook andere, ook een tv-initiatief met woke-achtige doelstellingen. En nog een aantal andere, en het is nog bezig te ontwikkelen, dus zoveel weet ik er niet van. Maar dat wel, en dan zie je dat Poetin aan het proberen is om die neoliberalen, die niet verantwoording schuldig zijn aan een democratisch gekozen publiek, die ook niet niets wordt hen in de weg gelegd door westerse regeringen, dat bezig is in Rusland aan nieuwe banden te leggen. En dan krijg je een heel interessant nieuw panorama voor je te zien. Want dan hebben we voor het eerst in Rusland duidelijke scheiding tussen privaat en publiek. En het is met het herstel van de publieke sector dat je een staat kan redden. En tegelijkertijd ook een democratie. Want zonder de staat heb je geen burgers. En zonder burgers geen democratie. En ik denk dat dat belangrijk is om te zien dat dat, dus de structuur van het Russische Federatie, het politieke stelsel met privaat en publieke onderdelen, wordt nu duidelijker afgetekend door Poetin dan het was. Zeker onder Yeltsin, toen was het natuurlijk een jamboel. Toen is er ontzettende zware plundering gepleegd. En toen is Rusland eigenlijk leeggeplunderd. En daardoor zijn die oligarchen ontstaan. En dat is niet helemaal, dat kon Poetin niet helemaal wegwerken, omdat dat politiek te riskant zou zijn geweest. En daar is hij nu mee bezig. Dus eigenlijk de oligarchen van vandaag in Rusland zijn vooral opgerezen tijdens het Yeltsin-tijdperk, tijdens de... Er waren twee soorten. De oligarchen die weg moesten. Dus Poetin zei, je mag je geld meenemen, weggaan enzovoort. En je moet je nooit meer met politiek bemoeien. En er zijn oligarchen die mochten blijven. En daar heeft Poetin natuurlijk ook zonder hen, had hij niet eens een begin kunnen maken met het redden van de Russische Federatie van uiteenvallen. Want die mensen waren te machtig geworden in die tussentijd. Maar ze moesten uit de politiek blijven. En ze moesten een deel van hun geld moesten ze aanwenden voor de herbouw van de Russische Federatie. Dus vele
kerken en gebouwen enzovoort zijn daar. Moskou is een prachtige stad geworden. Ja, ja. En Sint-Petersburg ook, dankzij dat geld. Ze werden gedoogd onder bepaalde voorwaarden. Ja. En waar zou Poetin zijn draagvlak gevonden hebben om zijn opgang in de Russische politiek te kunnen op baseren? Hij heeft altijd een hoog populariteitspercentage gehad. Dat is hij nooit kwijt geweest. Mm. Alleen zat er wel eens een deuk in toen hij met nieuwe ideeën over belasting, moet een extra belasting van iets of dat, en dat is vanzelfsprekend. Mm. Maar hij heeft een behoorlijk hoge populariteitsgraad en dat blijft, ook al in de propaganda, de westerse propaganda van nu, die kolossaal is, enorm. Zoals we eigenlijk op dat gebied niet eerder in zo'n omvang en zo'n intensiteit hebben meegemaakt. Mm. Die zegt dat ze in Rusland is tanende en hij moet zich straks, redt hij het niet meer enzovoort enzovoort. Dat is allemaal flauwekul. Mm. Het is wel zo, hij loopt natuurlijk risico's. Mm. En er kan van alles fout gaan, absoluut. Mm. Er zijn altijd dingen die, zoals je net zei, en jij zegt dat het is een lichtpuntje. Er zijn altijd dingen waar je niet op rekent. Mm. Dat is iets overigens waar ik op in wil gaan. Maar ik wil opnieuw van jou horen. Hoe dat lichtpuntje wat jij eerder zag, dat lag dan in een ontwikkeling die niemand kon voorzien. Hmm. Geef me een voorbeeld. En geef me een voorbeeld waar dit in ons geval nu, hè, waar we nu in zitten, waar dat belangrijk zou kunnen zijn. Ik denk dat het de menselijkheid zelf is die altijd aan de kant van de dissidenten zal staan. En de dissidenten ten aanzien van een technocratisch systeem. En die tegen het technocratische systeem zelf zal pleiten. Want uiteindelijk, als je het bekijkt, het soort technocratie, het soort technocratisch totalitarisme waar we nu op afstevenen, is eigenlijk maar een verderzetting van een eeuwenoud mens- en wereldbeeld, het mechanistische mens- en wereldbeeld, waarin men gelooft dat je mens en wereld kan reduceren tot een machine, of kan bekijken als een soort materiële machine, die volledig rationeel kenbaar is, en die ook volledig, die volledig mechanistisch kenbaar is, en die ook volledig kan sturen en manipuleren. Je ziet dat eigenlijk heel goed in de ideeën omtrent propaganda van Stalin, maar ook later de principes die nu gehanteerd worden, zijn nog altijd dezelfde, denk ik. Ja. Eigenlijk meent men de mens te kunnen reduceren tot een machine die reflexmatig reageert op het staatsdiscours. En dat is eigenlijk de grote bedoeling. Ik denk dat dat heel goed geanalyseerd is. Ik gebruik andere woorden daarvoor, maar ik denk dat ik hetzelfde zeg. Als ik zeg dat, kijk, een totalitair stelsel, letterlijk totalitair, moet totaal zijn. Totaal, ja, inderdaad. Ja. Houdt geen rekening met macht die nog bestaat onder mensen. Mm-hmm. En in iedereen bestaat nog een potentie van macht. Ja, ja, tuurlijk. En zolang dat zo is, moet een grote hoeveelheid mensen die dus eigen macht beseffen dat ze dat bezitten, die moet zich houden, die moet die macht niet laten zien, die moet zich houden aan wat? Aan een fictief iets. Ze houden zich aan een fictie. Want dat totalitaire stelsel, dat komt met een werkelijkheid, een voorgeschreven werkelijkheid, zoals ik het noem, die voorgeschreven is en niet berust op werkelijkheid. Dus kan een volk zich heel erg lang houden aan een fictie? Of gaat het op een gegeven moment, gaat die fictie dat bedrog uit elkaar springen? En wat ik zie nu ook, is dat het bedrog waar we de afgelopen 2 jaar mee te maken hebben gehad, en wat nu opnieuw weer ook huist in die ongelofelijke anti-Putin propaganda. Want het gaat dan even om Poetin. Maar iedereen die in Kremlin aan de top zou zitten, zou hetzelfde hebben moeten doen als Poetin heeft gedaan. Vanwege het gevaar voor de Russische staat, natuurlijk. En dat bedrog wat in die propaganda zit, die wordt op een gegeven moment zo zwak en zo ongeloofbaar, niet langer aanneembaar, dat misschien een punt komt
dat het uit elkaar spat. Ja, ik denk dat de graad van absurditeit nooit geen beletsel vormt voor het voorbestaan van het systeem. Omdat, hoe absurd een verhaal ook is, mensen blijven het toch volgen. En ik denk dat dat vanuit psychologisch opzicht heel begrijpbaar is. Mensen volgen het verhaal omdat het tot een nieuw soort sociale band leidt. Niet omdat ze denken dat het juist is. En daarom zie je dat als het verhaal weer een sprong neemt in absurditeit, dat het er vaak niet toe leidt dat mensen het afvallen. Ik denk dat dat een zeer typisch iets is. Zeer belangrijk om goed te beseffen. Dus mensen, het oprijzen van totalitarisme heeft alles te maken, denk ik, met de onweerstaanbare drang in de mens om vanuit een sociaal vereenzaamde toestand naar een toestand van collectiviteit te gaan. En in dat opzicht, men grijpt het verhaal aan om dat nieuwe collectief, die nieuwe solidariteit te realiseren, die altijd een zeer specifieke pseudo-solidariteit is. Het is geen echte solidariteit. Ja. Maar het verhaal schept een band. En dat is de reden waarom mensen erin meegaan en niet omdat het verhaal juist is. Nou, mag ik even hier? Ja. Ik denk, ik kan jou volgen en ik volg je tot op zekere hoogte heel goed. Maar dat is bekeken vanuit het volk, vanuit de psychologie van, een grote hoeveelheid landgenoten. Als je het gaat bekijken vanuit het oogpunt van de regeerders, zij komen voor problemen te bestaan die ze niet begrijpen en waar ze niks mee kunnen. Ja, ja, ja. Want dat is het hele idee van technocratie. Technocratie, en ik heb dat al vele malen herhaald in een gezond verstand, gaat uit van de zekerheid dat alle belangrijke vragen zijn gesteld. Dus onze taak is om de problemen die we al kennen, want de vragen hebben we allemaal al gesteld, om die problemen op te lossen. He, dus we kennen de problemen en we moeten ze oplossen. Ja. Terwijl in werkelijkheid verandert er zoveel dat je politiek regeren nodig hebt. En wat is politiek regeren? En ik heb het voor mijn ogen gezien in sommige Oost-Aziatische landen. Politiek regeren is om opnieuw te zien wat de problemen eigenlijk zijn. Je moet de problemen altijd meer opnieuw ontdekken. En dat is een voortdurende... Het verandert de hele tijd. Daar is Poetin overigens heel erg goed in. Dus de technocraten kunnen dat niet. De politieke regeerders die beseffen wat goede politiek is, en diplomatie, dat heeft er natuurlijk ook heel veel mee te maken, die zien altijd weer opnieuw een veranderde werkelijkheid waar een veranderde beleid voor nodig zal zijn. En dat is iets vanuit de overheid bekeken. Dus je hebt aan de kant van het publiek de fictie, en als dan aan de kant van de regeerders niet langer de maatregelen werken omdat ze niet doelmatig zijn. Dat komt dan ook over naar het volk. En als dat volk nog een beetje democratisch in elkaar zit, en dat kan, je kan democratie terugkrijgen, dan heb je een mogelijkheid gekregen om de werkelijke problemen te adresseren en aan te pakken. Ja, ik denk dat we daar moeten differentiëren tussen de verschillende groepen in de bevolking en tussen verschillende dynamieken in de bevolking. Er is zeker een groep van de bevolking, denk ik, die bereid is en spontaan tot de absolute zelfdestructie mee te gaan in een overheidsverhaal, in een staatsverhaal. Dat denk ik echt. Ik denk dat er een groep is die is niet zo verschrikkelijk groot, maar hij bestaat wel. En dat valt mij ook op. Er zijn mensen nu bijvoorbeeld met zware nevenschade door de vaccins, bij wie het ook overduidelijk is, nauwelijks miskenbaar is dat het door het vaccin komt, maar die geen sens hun loyaliteit ten aanzien van het verhaal herroepen of zo. Dat bestaat en dat is een kenmerkend iets, denk ik. Dus maar er is er natuurlijk een zeer ruime andere groep die gewoon de absurditeiten van het verhaal wel ziet, maar die gewoon voor het eigen gemak kiest om mee te gaan in het verhaal. En die groep is veel beïnvloedbaarder. Die groep verandert gemakkelijker van de richting. En toch denk ik dat uiteindelijk eenmaal een bevolking in een bepaald psychisch proces gegrepen is, alleen de zelfdestructie de oplossing brengt. Erg om te zeggen. Maar Hannah Arendt vond daarin ook het enige cynische voordeel van totalitarisme, dat het onvermijdelijk tot zelfdestructie leidt. Het ziet er naar uit dat Europa bezig is zichzelf te verwoesten. Dat denk ik ook.
Het is het ergste van allemaal. Ja. Het is erger dan de VS. Hmm. Het is erger dan waar dan ook. Ik kijk, ja, of course, je hebt Australië en Nieuw-Zeeland en Canada. Dat zijn, ja, dat zijn interessant genoeg onderdelen van het oorspronkelijke Britse gemeenebest. Hmm. Die zijn er natuurlijk, die hebben een beleid gevoerd wat het dichtste bij absolute totalitaire, met strafkampen en alles erbij. Mm. Heel, heel erg ongelooflijk dat dat kon gebeuren in Australië bijvoorbeeld. Mm. Maar oké, okay, verder maar is het Europa. Mag ik er nog iets aan toevoegen, Karel? Ik denk, ik heb het natuurlijk altijd primair op psychologisch niveau beschouwd en daarom is het ook zo interessant om het aan jouw ideeën te contrasteren en naast elkaar te leggen. Maar ik denk dat puur op psychisch vlak zit er inderdaad iets in technocratie dat zelfdestructief is, altijd. Ja. Zelfs voor de mensen, en in het bijzonder voor de mensen die helemaal meegaan in het verhaal. Ja, ja. Omdat de technocratische gedachte vernietigt altijd de ruimte waarin een mens eigen keuzes kan maken. Luister dus, maar naar die gekke Yuval Harari. Ongelooflijk. Die is een voorbeeld. Ja, ja, maar het ligt er zo dik bovenop. Je zegt het letterlijk. Het ligt er zo dik bovenop dat iedereen zou het moeten zien, ja, wat jij nu net zegt. Ja. Maar dat precies, zelfs voor de mensen die meegaan in die ideologie en die zich daar helemaal aan overgeven, worden er uiteindelijk door vernietigd als mens, echt. Dus je ziet, de energie, de levensenergie, kan niet anders dan tanen en afsterven. Ja, ja, ja. En dat is eigen aan zo'n systeem. Een mens wordt mens en krijgt energie op elk punt dat hij zichzelf kan realiseren als een kiezend wezen. Ja. En precies die keuze wordt in een totalitair systeem, en in het bijzonder in een technocratisch totalitair systeem, constant afgetopt. Ja. Dus met andere woorden, qua energetische capaciteit nadert een totalitair systeem altijd een soort asymptotisch punt. Naar gelang het zichzelf realiseert, maakt het zijn eigen energie kapot. Ja. Het kan dus nooit voorbij een bepaalde limiet van energie geraken. En ik denk dat we dat nu eigenlijk al zien. Je voelt hoe... Ja, ik zat te denken nog de afgelopen dagen en nachten. Wat gebeurt er met Europa? Hmm. Want je ziet dat het bezig is te onthechten. Je zal straks zien dat Duitsland kan niet heel erg lang meegaan met het anti-Russische gebeuren. Dat kan gewoon niet. Mm. Want de Duitse elite wenst ook niet te gaan leven in een Duitsland wat niet langer voorspoedig is en wat die voorspoed natuurlijk alleen maar te danken heeft aan Duitse industrie. Mm. En de Duitse industrie moet blijven draaien. Dus ik zie Duitsland, misschien dat het nog een jaar of misschien wel langer nodig heeft, maar op een gegeven moment is dat afgelopen. De onthechting, die zie je op andere niveaus. Er is natuurlijk een heel erg duidelijk dat die omhooggevallen ambtenaren, zoals Frans Timmermans en die Ursula von der Leyen, in Duitsland de slechtste defensieminister ooit en nu de ongekozen baas van de Europese Unie. Het is met geen pen te beschrijven, idioot. Ja, ja, ja. En die gaan het meeste mee met wat die globalisten allemaal hebben, zoals die met het dat digitale ID enzovoort, en de overeenkomst met de WHO, die straks mag gaan beslissen over wanneer we een pandemie hebben en wat we dan aan moeten doen. Dat is allemaal verplicht enzovoort. Zij gaan daar het meeste in mee. En ik denk dat de Europese Unie is, door een merkwaardige ontwikkeling, waar het veel te lang duurt om op in te gaan, die is helemaal verstrengeld geraakt met dat misdaadsyndicaat van Schwab en de rest van hen. En ja, als de lidstaten hun soevereiniteit willen herwinnen, en op een gegeven moment is dat misschien toch de eis van het volk, kan het worden, de eis van het volk, zou kunnen, er moet heel erg veel veranderen. Mm. Wat gebeurt er dan? Hoe kunnen ze dat doen? Ik denk, alleen maar om aan een voorbeeld van hoe ze na de vrede van de Tweede Wereldoorlog helemaal opnieuw moesten beginnen. Weet je, echt, hè? Ik denk echt dat het proces dat dit systeem ten gronde gaat richten, dit technocratische systeem, zich van binnenuit gaat manifesteren en het al zijn kracht gaat ontnemen. Ik denk dat echt, want dit systeem, je mag niet onderschatten, er is een schijnbare eenheid als je van buitenaf kijkt. Men vormt één blok, alles lijkt verbonden met één ideologie. Maar van binnenuit gaan het de meest elementaire zaken zijn
die het systeem, die het systeem kapot maken. Ja, bijvoorbeeld, op elk niveau gaan de intermenselijke verhoudingen onmogelijk gemaakt worden tussen de leden van het systeem. Absoluut. Tussen de leden van het systeem. Ja. Dus zo'n systeem, volgens mij, gaat precies in datgene wat het altijd miskend heeft, namelijk het belang van menselijkheid en wat het intrinsiek minacht en vernietigt. Ja. Maar de essentie van het leven is, op dat niveau waar het systeem zichzelf verslaat. Ja, nee, ik ben het heel met je eens. Ja. Wat ons in deze verschrikkelijke situatie heeft gebracht, is niet een veelkoppig monster. Mm. Het zijn monsters die naast elkaar opereren. Het is een misdaadsyndicaat. Mm. En bestudeer misdaadsyndicaten en dan zie je dat onderling, op een gegeven moment gaan ze elkaar te lijf en schieten ze elkaar dood. Ja, inderdaad. En als we nu terugkeren naar de vraag, wat kunnen we doen? Dan mogen we bepaalde fouten niet maken. En dat is, denk nooit dat je het systeem moet kapotmaken. Het systeem moet zichzelf en zal zichzelf kapotmaken. De voornaamste vraag is, hoe blijf je overeind binnen zo'n systeem? Ja, ja. En hoe voorkom je nog veel ergere gevolgen? Ja. He, zoals de gevolgen nu, wat er nu gebeurd is, is eigenlijk bijna ongelooflijk. Dat Pfizer heeft bekend dat het schuldig is aan moord met voorbedachte raden. Hmm. Hmm. Doordat de rechter in de VS, die daar nog blijkbaar functioneert, gedwongen heeft dat Pfizer publiek maakt wat Pfizer's eigen bevindingen waren met de proeven op die spuitjes en de eerste maanden van de actieve inspuitingen. En ze wisten het. Enorm grote schade. Enorm veel sterfgevallen. Enorm veel andere schade die levenslange letsel oplevert. Dit is moord met voorbedachte raden. Het is nu officieel. Ja. Door de rechter in Amerika. Ja. Het dringt niet door in Europa, in de media. Dat is, Het wordt ook zeer systematisch geweerd hier. Ja. Dus als je het op de sociale media verspreidt, het nieuws daarover, dan wordt je meestal geblokkeerd en zo. Maar effectief, het was van in het begin duidelijk dat er van alles schortte met het onderzoek en dat het rond de effectiviteit van de vaccins en ook rond de nevenwerkingen en zo. En nu wordt het inderdaad duidelijk. Laat ons hopen, het zal een bepaalde invloed hebben, maar ook daar mogen we niet te veel van verwachten. Het is... Ik ben ervoor om nog altijd de schade te beperken. De schade op bijvoorbeeld het onderwijs van kinderen. De schade van hoe die kinderen opgroeien. De schade van wat ze te horen krijgen in het onderwijs over goede maatschappelijke verhoudingen enzovoort. Waar wij ook met gezond verstand heel veel aandacht aan besteden. Het is zo erg. Ja, ik zeg dat ook omdat ik op de rijpe leeftijd van 70 voor het eerst vader ben geworden. En dat is nu 11 jaar geleden. En ik heb dus een jongetje van 11 die, voor wie ik hoop dat er een werkelijke toekomst zal zijn. Ik weet niet of jij kinderen hebt. Ik heb geen kinderen, maar dat neemt niet weg dat ik heel erg bekommerd ben om hun of denk dat hun lot het allerbelangrijkste is dat ons zou moeten bezighouden. En effectief, het is niet moeilijk om op dat punt nu pessimistisch te worden, maar ik denk dat het niet nodig is. Ja. Pas op, ik maak me geen illusies. Ik ben zeer realistisch op korte termijn en daarmee bedoel ik voor de komende 5 jaar. We gaan wel verder praten over wat we nog meer kunnen doen. Ja, ik denk, we moeten eigenlijk, denk ik, niemand kan voorspellen hoe het precies gaat lopen. Dat is eigen aan zo'n dynamieken. Maar we kunnen wel een aantal zaken zeker weten. En dat is dat we onszelf aan bepaalde principes gaan houden. Ja. Wat er ook gebeurt. Ja. En ik denk, als we die rustige vastberadenheid hebben met een groep mensen die groot genoeg is. En eigenlijk is hij volgens mij groot genoeg. Ja. En we aanvaarden ook dat je kan geen enkele, als we dan toch de beeldspraak van een oorlog mogen gebruiken, of misschien zelfs geen beeldspraak, maar letterlijk over een soort oorlog mogen spreken, dan moeten we altijd beseffen, niemand heeft ooit een oorlog gewonnen zonder bereid te zijn om te sterven. Mm. En zonder bereid te zijn om zeer veel te verliezen. Ik hoop dat het niet nodig is, voor alle duidelijkheid. Ja. Ik hoop dat er niemand moet sterven. Voor mij
Maar, dat hoeft ook niet. Maar we moeten wel bereid zijn om te zeggen van kijk, dit zijn onze principes. Wij weten, als deze principes losgelaten worden, opgegeven worden, dat er geen menselijkheid meer mogelijk is in een samenleving. Ja. En dat die principes daarom ook bereid zijn om ook het waard zijn om voor te leven. Ja. Dat moeten we weten. Ja. En we moeten die principes zoeken. Ja. We moeten die principes zoeken. Laten we in elk geval blijven praten en dit opnieuw doen. Mm. En opnieuw denken over... Maar heb jij nog iets... Zijn we nog iets vergeten? Heb jij het gevoel dat we nog iets overgeslagen hebben wat jij graag zou willen zeggen? Goh. Enorm veel zaken natuurlijk. Hè. Er zijn zeer veel zaken waarover we verder zouden kunnen spreken. Bijvoorbeeld over... De manier waarop volgens mij een bevolking en een bepaalde gedachtegoed in een bevolking terzelfder tijd evolueert met de elite, dat vind ik zeer interessant. Ik denk dat zowel bevolking als elite een soort effect zijn van een bepaald denksysteem. Ja. Een denksysteem dat je, en in dit geval het denksysteem van de verlichting, het mechanistische mens en wereld, een soort wetenschapsideologie, niet de wetenschap, maar een soort wetenschapsideologie, die langzaam de bevolking in een bepaalde toestand heeft gebracht en ook langzaam een elite heeft gevormd, die nu ondertussen een soort controleapparaat ter beschikking heeft dat ongezien is in de geschiedenis en dat gigantisch is, maar volgens mij, waarvan we toch niet mogen vergeten, dat ze uiteindelijk nog altijd secundair is aan de bevolking zelf die in een bepaalde toestand en in een bepaald gedachtegoed verkeert. Mm. Ik denk dat dat zeer belangrijk is, om op zijn minst die twee naast elkaar te beschouwen en te weten dat, en daar zitten we weer bij het onderscheid tussen een dictatuur en totalitair systeem, denk ik. Ja. In een dictatuur is het effectief en efficiënt om een deel van de elite uit te schakelen. Dan wankelt de dictatuur meestal. Maar in een totalitair systeem is er een opvallend iets, schakelen een deel van de elite uit en ze wordt onmiddellijk vervangen. Ja. En dat is zo typisch voor een systeem waarbij het zwaartepunt in een bepaalde fanatieke aanhang van een bepaalde ideologie. Jij ziet het theoretisch, ik volg jou theoretisch, en ik kijk de hele tijd naar de praktijk. Waar kan ik dit zien? Mm. Hè? En ik zeg niet dat je ongelijk hebt, maar ik probeer wat jij theoretisch nu uitlegt, dat zijn tenslotte abstracties, te zien waar het concreet voorkomt. En dan zie ik toch een heleboel dingen die, waar wij dan verder op kunnen borduren en waar jij dan ook verdere theorie aan kan vastspannen. Laten we dat doen in de toekomst. Ja, dat is goed. Dank je wel, Karel, voor de uitnodiging. Fantastisch dat we dit konden doen. En ik hoop je toch binnen niet al te lange tijd opnieuw te kunnen zien. Prachtig. Ik hoop het ook. Ik hoop het zelf.